Hugo Iedel, 2013 finalist van Scriptie van het Jaar. En nu ons instructeur op het onderwerp van cloud en virtualization. Dank voor het woord. Inderdaad, mijn naam is Hugo Iedel en ik wil het met jullie hebben over de cloud. Ik ben zelf dus nog wel een techneut. Ik werk ook in het security vakgebied als pentester, als incident response enzovoorts. En wat ik jullie nu wil vertellen over de cloud is redelijk ad hoc. Dus ik loop nu gewoon door een paar onderwerpen heen die mij interessant lijken om aan te stippen. Maar je zit niet per se in een mastermind achter met een of andere procedure of controls of een auditprogramma. Dus laten we gewoon beginnen. Trouwens, als jullie vragen hebben, roep gelijk. En zeker als het technische onderwerpen zijn, het is onduidelijk, shoot alsjeblieft. Ik begin graag met een anekdote. Dit is iets wat ik gelezen heb op het forum van Amazon. Die hebben een groot cloud interact, zoals jullie ons uit kennen. En dit is een post van iemand. Het was de tijden van een grote Amazon outage, dus dat er een groot gedeelte uit lag. En die schreef als onderwerp: Life of our patients is at stake. I'm desperately asking you to contact. Dus die heeft servers draaien bij Amazon in de cloud. En betreffende servers zijn nou inderdaad offline. Maar hij gebruikt die servers dus voor de monitor van cardiac patients at home. Dus die hart bewaking van de patiënten. Dat ging blijkbaar via de cloud. Maar deze manier heeft natuurlijk heel veel dingen fout gaan die losstaan van de cloud. Natuurlijk moet je recovery hebben, moet je backups hebben en een plan B. Maar wat ik wel tekenend vond is dat deze manier blijkbaar vanuit iemand die cloud onfeilbaar is. Want dat gaat nooit down, mensen hebben een stekend systeem weer eens daar. Nou, wat ik dus wil zeggen is dat de cloud is gewoon techniek, het is gewoon computers. En computers kunnen falen. En ik wil graag nou dus de cloud een beetje laten zien als de techniek die eronder draait. De cloud-structuur die kennen jullie waarschijnlijk, de meeste jullie sowieso wel. Je hebt natuurlijk software as a service, platform as a service en infrastructure as a service. En het is natuurlijk abstractieniveau, dus bij een software as a service dan neem je software af en bij infrastructuur kun je een hele server in de cloud hosten. Voorbeelden zijn natuurlijk Google Docs, Spotify, dat ken je allemaal als software as a service. Maar ga je dieper, zie je bij infrastructure as a service, zie je Amazon die met EC2 zijn. En Rackspace. En waar ik het over wil gaan hebben is echt dus de infrastructure as a service. Dus dat zit het dichtst bij de techniek, dat zit het laagste niveau. Andere onderwerpen die draaien vaak erop. Dus je kunt bijvoorbeeld zien dat startups die net een bedrijf beginnen, die draaien een software as a service op infrastructuur die ze huren bij Amazon bijvoorbeeld. Dus infrastructuur as a service, dat is natuurlijk, je huurt infrastructuur, je huurt servers, harde schijven, netwerk. En je kunt ja, klanten image daar uploaden. Dat zou je natuurlijk één op één of fysieke hardware kunnen draaien, maar de hele truc van cloud computing is natuurlijk dat het virtueel is. Dus ik wil graag inzoomen op van wat is nou dat virtuele aspect van cloud computing. Wat je hier dus ziet zijn cijfers, dus Amazon EC2, dus die infrastructure as a service, die begon in 2009 met naar schatting 40.000 fysieke servers. In 2012 was de schatting 500.000 servers. En dit zijn pure schattingen van externen, dus er zijn geen cijfers van Amazon, die geven dat niet vrij. En toch zou het een factor 12 gegroeid zijn in een korte periode. En op elke fysieke server draaien ze er 24 maximaal van die virtuele machines. Dus klanten die een image in de cloud draaien, die delen die fysieke server met bijvoorbeeld 23 andere klanten. Ja, gebruikers van EC2, dat zijn natuurlijk bedrijven als Reddit, Dropbox, Netflix. En Amazon zelf natuurlijk ook. En eigen webshops draaien ook in de cloud. En zonder virtualisatie is dus geen cloud computing, naar mijn mening. En wat is virtualisatie nou? Laten we even teruggaan naar een ander voorbeeld. Dus virtueel geheugen. Dat zit in je computer. Dus je computer werkt met dat concept. En dat cloud computing, het virtuele van cloud computing, is eigenlijk een doorontwikkeling van dat principe. Dus neem nou bijvoorbeeld een programma. Een programma, als hij het geheugen heeft, heeft hij bijvoorbeeld een stukje tekst in staan, plaatjes in staan. En je zou dat als een grid kunnen weergeven. En er zijn bijvoorbeeld twee blauwe blokjes, het geheugen wat het programma nodig heeft, zodat je bijvoorbeeld jouw Word tekst hebt.
Maar zijn programma is redelijk egoïstisch. Die denkt natuurlijk, ja, ik ben de enige programma wat er is. Ik deel het geheugen in zoals ik het zelf wil indelen. De werkelijkheid is natuurlijk een stuk pragmatischer. Je hebt meerdere programma's die naast elkaar draaien. Dus je hebt computergeheugen. Kan er heel divers uitzien. En wat moet een vertaling tussen plaatsvinden? En dat is eigenlijk de virtualisatie. Dus je programma denkt dat het volledige geheugen tot zijn beschikking heeft. Terwijl je computer zorgt dat in werkelijkheid hij op een heel andere plek in het geheugen geplaatst wordt. Daar heb je dus een stuk computerhardware voor en die vertaalt virtueel naar een heel adres. Neem bijvoorbeeld het adres 16 in hex, dat zou dan hier 1102 in hex zijn. Dus die wordt geplaatst van linksboven naar rechtsonder. En dat zit dus al in jouw computer sinds 1982, dus voordat de hele hype over cloud en dergelijke was, had je natuurlijk al virtualisatie. En het doel is dat je meer programma's naast elkaar kan draaien. Want je rekenmachine draait misschien één programma en je kan het hele geheugen gebruiken. Maar op jouw computer heb je natuurlijk meer programma's naast elkaar. En je zou zelfs dus meer programma's kunnen draaien dan die überhaupt in het geheugen past. Dus dan denk ik dat je binnen een space file, dat je programma's die naar de schijf stuurt als je geheugen volhoudt. En dat is natuurlijk een analogie, want als je kijkt in de cloud, je draait meerdere virtuele machines op één fysieke server. Dus ook in de cloud heb je het gehele geheugen van de server, die wordt opgesplitst in verschillende klanten. En die klanten splitsen zelf dan weer op in verschillende programma's. Maar eigenlijk is dat gewoon een extra laagje abstractie wat je dan in de cloud vindt. En ook in een processor heb je deze virtualisatie. Dus je hebt een processor en die draait programma's. En de processor draait altijd in een bepaald privilege niveau. Dus bijvoorbeeld privilege niveau gebruiken of privilege niveau kernen. In het begin had je natuurlijk gewoon één mode, dat is heel makkelijk. Je hebt één programma die moet alles doen en zeker niet moeilijk doen over veiligheid en dat soort zaken. Dus jouw kernel die bestuurt het geheugen, die bestuurt de randapparatuur, die verdeelt de processortijd, die staat programma's op en sluit ze af. Later bedacht men van, oké, het is al vervelend als één effectief programma je hele computer laat vaststellen. Weet je wat? We zetten een extra modus bij, dus de user modus. En technisch gezien draait hij op verschillende niveaus, 1 tot 3. Maar dat komt dus op neer dat bijvoorbeeld jouw Word of jouw webbrowser, die draait dan op een lager permissieniveau dan je kernel. En jouw kernel die heeft alle karakters in handen, die draait van alle knoppen. Maar nu dat dus sinds een paar jaar de virtualisatie hebben met cloud, moet er eigenlijk dus nog een abstractieniveau komen, want dit is het abstractieniveau voor jou als gebruiker. Maar wat als je verschillende gebruikers naast elkaar wil houden? En weet je wel, dachten ze, we hebben er gewoon nog een laagje bij. Dus sinds 10 jaar heb je dan de hypervisor modus. Maar ze hadden al getal 0, dus nou, dan maak ze van laag min 1. En dat is dus de hypervisor. En die splitst dan weer de hele server op in blokjes van verschillende klanten. En al die klanten mogen dan weer doen wat ze willen. Dus die mogen programma's draaien, kernel modus, user modus enzovoort. Nou, bijvoorbeeld voorbeelden, Windows draait op dit niveau, VMware die draait op dit niveau. En je Office draait op het bovenste niveau. Maar hoe ziet dit nou uit op een cloud-omgeving? Nou, je hebt dus cloud, je hebt natuurlijk de computer-hardware, de server-hardware. Daarbovenop draait de hypervisor. En daarbovenop draait allemaal virtuele machines. Dus alle klanten die op deze specifieke server draaien, die hebben een eigen virtuele machine met een stuursysteem, met hun applicatie. Maar wie moet je eigenlijk vertrouwen in de cloud? Als jij deze klop bent bijvoorbeeld, dan moet jij dus wel vertrouwen dat de hypervisor, dat die code precies werkt zoals die hoort te werken en dat de cloud provider jou goed behandelt. De cloud provider is zelf vaak ook een beheerdersdomein. Dus die moet je ook vertrouwen. Maar wat als er nou ook nog eens aanvallen zijn op die server, andere gebruikers die dus kwade bedoelingen hebben? Ja, die moet je natuurlijk ook even uitkijken. En die kunnen natuurlijk op twee manieren aanvallen. Ze kunnen jou aanvallen via de hypervisor. Dus als zij een exploit vinden in de hypervisor waar ze omheen kunnen komen. Ja, dan is dit natuurlijk een mogelijkheid om jouw geheugen bijvoorbeeld uit te lezen. Maar ze kunnen ook via beheerdersdomein komen. En wat is nou het belang van beheerdersdomein? Nou, je ziet het in de cloud in de praktijk natuurlijk heel veel. Dat de cloud provider moet zelf op elke server ook een foothold hebben om bijvoorbeeld nieuwe images te uploaden, onderhoud uit te voeren op de server, te kijken welke klanten draaien op die server, gewoon welke quotas er toewijzen aan welke klanten. En ook dat is iets wat jij moet vertrouwen en dat is een punt waar dus kwetsbaarheden kunnen ontstaan.
Dus je kunt op verschillende manieren je cloud hebben aangevallen. En dat klinkt natuurlijk heel vreemd, want ja, als je een clouddienst afneemt, je cloud is gewoon de wolk. En je hebt natuurlijk geen idee waar je ergens bij Amazon in de cloud wordt geplaatst. Maar uiteindelijk word je natuurlijk op een server geplaatst, samen met allemaal andere klanten. Dus je moet eigenlijk wel goede buren zijn van elkaar. Dus waarom is die correcte virtualisatie, waarom is het nou zo moeilijk? Dus als je hier bijvoorbeeld een exploit zou vinden, ja, dan zou je dus de virtualisatielaag doorbreken, omdat de programmeurs het niet goed hebben gedaan. Maar waarom is dat nou zo lastig? Ga ik even een paar voorbeelden geven, om het gevoel te krijgen waar deze programmeurs, voor welke grote uitdaging dat ze staan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld direct memory access. Je hebt bijvoorbeeld een computer en je hebt hier dan die virtuele machines draaien. En wat hadden ze nou bedacht een paar jaar geleden dat het super handig zou zijn? Is nou dat jouw harde schijf bijvoorbeeld rechtstreeks aan jouw geheugen kan schrijven. Dat is toch veel sneller. Dan hoeft het niet via de processor, dan zeg je hem tegen je harde schijf van ik wil dat stukje data op die schijf op deze plek in het geheugen. Ja, dat was ideaal natuurlijk dat jij gewoon de enige persoon was die met de computer werkt. Maar wat als deze machine nou gedeeld is met vijf andere mensen? En wat als ik dan tegen haar schijf zeg van luister, dit stukje geheugen, zet het maar op die plek op de schijf. En als dat stukje geheugen van een andere klant is, wat dan? Ja, die hypervisor die kan daar niet bij, want het vindt hier plaats. Dus dit is ook een voorbeeld van een probleem dat we moeten oplossen. Ja? Hoe kan ik nou foute instructies geven aan een randapparatuur als daar de hypervisor tussen zit die de boekhouding doet? Ja, het is dus bijvoorbeeld zo dat sommige lijnen rechtstreeks naar de randapparatuur mogen lopen. Maar dat zijn bepaalde situaties. En juist vanwege dit probleem wordt deze lijn vaak weggehaald. Maar dan heb je performance problemen. En wat je bijvoorbeeld recent hebt is een techniek van Intel, VTB heette dat. En die voert eigenlijk ook die virtualisatie ook plaats voor de randapparatuur. Dus dan ziet de randapparatuur ook een virtueel geheugen en kan ook niet rechtstreeks schrijven. En dat is een manier dat je dus en performance hebt en veiligheid. Maar dit is maar om aan te geven dat al die legacy kwesties, die spelen een rol. Nog een ander voorbeeld, en die vind ik zelf heel mooi altijd, is de instructieset van je computer. Dus van de X86, zoals het dan heet in de techniek. Die is reusachtig groot. Want die computer komt natuurlijk al uit de jaren 80 en er telkens dingen aan toegevoegd. Om maar een beeld te scheppen. Dit is een tabel met alle instructies op de processor. En het is heel typisch dat ze hadden dan 1 byte beschikbaar voor de instructie en dat was deze tabel. Maar toen kwamen ze gaan erachter van, goh, we hebben geen instructies meer, weet je wat? Het plekje wat over is, dat gaan we recyclen en daar stoppen nog meer instructies in. Dus probeer hier maar chocolade van te maken, van al deze instructies, hoe ze werken, welke randgevallen erbij komen kijken. Ja, dat is een reusachtig complex verhaal. Er zijn maar weinig mensen op de wereld die dit allemaal goed snappen. Deze tabel geeft bijvoorbeeld ook weer dus de groei van de instructiearchitectuur van de X86-architectuur die wij dus in onze computers hebben. Ja, die is dus gegroeid sinds de jaren 80 tot uiteindelijk hier in 2013 tot 1300 mogelijke instructies. En die moeten allemaal netjes afgevangen worden in de cloud. Want als er één instructie is waarmee je dus kan escaleren, dan heb je de pop aan het dansen. Er zijn natuurlijk nog meer kwesties. Je hebt tegenwoordig 64 bits instructies, je hebt geheugensegmentatie. Allemaal technische kwesties. Virtualisatiesoftware wordt geschreven in assembly en in C. Dat zijn programmeertalen die wij natuurlijk allemaal weten, zijn foutgevoelig. Je zit tegenwoordig met nieuwe architectuur, met ARM. Dat wil zeggen bijvoorbeeld de nieuwste architectuur die je vindt in jouw telefoons, je laptops. Dit zijn ook mensen die gebruiken dat tegenwoordig in de cloud, omdat het natuurlijk energie-efficiënt is. Nog maar te zwijgen van het aanleveren van virtuele machines en nog dat mensen juist bewust gaten maken in je laag. Bijvoorbeeld als je VMware hebt en je hebt een virtuele machine en vind je het wel zo fijn als die muis meewerkt in de virtuele machine. Ja, dan maken mensen dus bewust lagen in die virtualisatie voor gebruiksgemak. En om aan te geven, dit is de hypervisor die ik zelf vaak gebruik. Dat is dus de Xen Hypervisor. Dit zijn kwetsbaarheden die gepubliceerd zijn recentelijk. Dus dit is gewoon de toplijst die ik laat zien van de laatste kwetsbaarheden. Dus dit begint eigenlijk in 2014 augustus. En alleen al in 2015 zijn er een stuk of 10 geweest. En dit zijn niet de meest makkelijke exploits om te misbruiken, laat ik dat vooropstellen. Dus dit is niet iets zoals Heartbleed of Shell Shock wat je eventjes uitvoert. Voor de meeste van deze kwetsbaarheden zijn er ook geen makkelijke exploits beschikbaar. Maar anderzijds vertrouwen wij wel heel erg op die hypervisors. En elke kwetsbaarheid in hypervisors is absoluut één te veel.
zeker gezien ja, het belang ervan hechten. Dus het is maar aan het aan te geven, de mensen die achter deze software zitten, die doen echt enorm goed hun best, maar ja, het is dus geen feilloze software. Dus even een tussenstand, virtualisatie is belangrijk, het draait de cloud. Het is heel moeilijk om het goed te doen en er zijn ook regelmatig kwetsbaarheden. Dus ja, dan moet je gewoon de hypervisor updaten toch? Zo simpel is het dan als er kwetsbaarheid is. Maar updaten is behoorlijk lastig als je een cloud hebt met 500.000 servers. En dit is bijvoorbeeld een nieuwslijn die eind vorig jaar in het nieuws kwam. Dus er was een serious security vulnerability met die gezette hypervisor die ik net liet zien. En daarom is het allemaal zo naar Rackspace en andere cloud providers. Ze moesten hun systeem mee rebooten om een patch toe te passen. Nou, dat is toch behoorlijk vervelend als jij een server in de cloud hebt en je bent er helemaal niet op voorbereid en je krijgt opeens te horen binnen een paar dagen van gaan rebooten. Nou, hier zie je ook staan Rackspace rebooted cloud system. Amazon had reboot roughly 10% van al zijn servers. Maar ja, ze hebben dan toch wel slecht in hun capaciteit, dus het verhuizen en dan rebooten en weer verhuizen. Dus dat is altijd waar ze reclame mee maken. Van hé, hey, maakt niet uit dat het toch eruit gestopt is. Hoor. We verhuizen jouw operatie, je lijkt er niks van. Dus dan kunnen ze verwijzen. Dat is een heel goed punt. En dat wou ik je eigenlijk ook aanstippen, dat verhuizen is inderdaad waar het om gaat. Maar Amazon, toen de tijd, toen ik de onderzoek naar deed, dus 2012, hadden zij niet in plaats om live migration te kunnen doen. Dus live migration is inderdaad de beste oplossing. Ja, dat wil zeggen van oké, je hebt een server, je hebt twee machines en die server is oké. Nou ja, die verhuist gewoon je klant weg. En die regels zijn dat klanten niks merken, dat hun netwerk up blijft, dat hun schijf gewoon blijft draaien enzovoorts. Maar Amazon heeft dat niet overal geïmplementeerd. Dus die zitten dan gewoon met een probleem van oké, deze server moet gereboot worden. We kunnen die virtuele machines niet wegmigreren. Nou, we moeten ze maar ook rebooten. Ongetwijfeld als we bezig zijn om dit wel uit te rollen. Goed, als je die optie hebt, natuurlijk afwegen van is die kwetsbaarheid dusdanig serieus dat ik de klanten een reboot in de maag kan spitsen. Of ja, neem ik er risico in te koop toe. Dat is een hele goede vraag. Ze garanderen natuurlijk geen 100% uptime. Ze zeggen iets van 99,99 zoveel. Maar wat mij betreft heb je natuurlijk die kleine percentages, kleine percentielen om een reboot dan recht te praten. En ja, ze sturen wel een mailtje van tevoren, ze laten het wel weten. Maar. Ja, mensen zitten er niet op te wachten. Nou, een klein ander puntje. Ik heb een inventarisatie gedaan van de ECT-cloud. Dit heb ik nog niet eerder gepresenteerd. Dus ik ben benieuwd of jullie het kunnen volgen. Ik heb in de Amazon-cloud 220 metingen genomen. En wat wil dat zeggen? Nou, ik heb gekeken van welke versie van de hypervisor heb ik aan waar ik nou op draai. En wat is het nummer van mijn virtuele machine? En dan moet je zo zien, het nummer van je virtuele machine wordt ook wel genoemd de domain ID. Dat is een getal, het begint op 0. En iedere virtuele machine die opstart, die krijgt een getalletje erbij. Dus, het eerste virtuele machine is virtuele machine 1, enzovoort enzovoort. Nou, oude virtuele machines die gaan uit, die sterven af. Maar dan wordt het nummer niet hergebruikt, dus het blijft doortellen. Dus als je op een server komt en jij krijgt als virtuele machine nummer een hoog getal, dan weet je dat deze fysieke server dus al een tijdje draaiende is en dat er heel veel klanten op zijn geweest, die hebben machine uitgezet, enzovoort enzovoort. Dus dan staat het al een tijdje aan. Dus kun je een beetje de leeftijd van de server waar je op zit, kun je dan een beetje aanvoelen. Dat is eigenlijk een soort kilometerteller van de server in kwestie. Dus, ik heb hier een klein plotje gemaakt in 2012. Ik heb 220 machines opgestart in de cloud en ik heb gekeken naar wat kreeg ik terug. Dus ik heb hier 220 monsters genomen en elke monster had ik geplot welke nummer ik had gekregen op mijn virtuele machine. Dus de meeste waren bijvoorbeeld onder de 1000. Maar ik heb ook eentje gehad waar het 23.000 was. Dus dat was een server die echt al heel lang dan gebruikt moet hebben. En ik heb gekeken naar de versienummers. En dit zijn dan de versienummers van Xen. Dus 3.1, 3.4. Dat was het toen de tijd draaien. En die kleur rood die zie je dus vooral ook terug hier in deze hoeken waar het dus, de hoge nummers liggen. Is dat natuurlijk ook hergebruikt?
Nou, de server zelf, dus per fysieke server, daar heb ik een teller. Dus als ik hier dus 23.000 krijg, nou, dat betekent dus dat 23.334 voorgaande virtuele machines op die één fysieke server zijn geweest. Er zijn klanten geweest, hebben we uitgezet op een gegeven moment, en er is een nieuwe klant gekomen, enzovoorts. Dat is een nummering per fysieke server? Per fysieke server, ja. En eigenlijk een prefix, waardoor je, want er kunnen twee fysieke servers zijn met hetzelfde nummer. Dus je hebt een prefix, waardoor je weet wat er is. Ik weet niet precies op welke fysieke server zit, dat is ook voor mij niet direct inzichtelijk. Maar dit is een nummer die gebruikt de hypervisor software intern. Dus dit is geen nummer waar je als klant iets mee te doen hebt. Dus niemand let erop, niemand weet het in principe. Maar het is puur een technisch nummer wat de hypervisor software intern gebruikt. Maar als er een nummer is dat op serverniveau wordt uitgezet, dan kun je toch een collisie krijgen dat twee servers hetzelfde nummer gebruiken? Nou, op één fysieke server is dat het nummer uniek. Het kan natuurlijk zijn dat twee fysieke servers naast elkaar toevallig hetzelfde nummer hebben, maar je hebt daar geen interactie tussen. Dus dat maakt niet uit. Dus het is voor ons gewoon een interessante kilometer teller van hoe oud is die server. Maar dan zie je dus bijvoorbeeld dat die Xen versie 3.1, die server draait waarschijnlijk al heel tijd. En die versie komt bijvoorbeeld uit 2010 en die andere versie komt uit 2012. Dus dan zie je al dat het niet homogeen is, dat het niet overal dezelfde hypervisor software is die er draait. En het zou dus ook best kunnen dat als een oude versie is, waarvoor wel een exploit is, maar ze niet de behoefte zagen om die te rebooten, dat je die nog tegenkomt. En dit is een ander plaatje dat ik gemaakt heb. Om het even aan te geven, dus al die verticale lijnen, dat zijn dus verschillende fysieke servers. En er zijn weer een aantal monsters die ik genomen heb. En ik heb wederom gekeken naar de domein-ID. Maar elk bolletje zijn de buren die ik daar aantrof. Dus ik had een manier ontdekt dat je kon zien wie de buren zijn op de machine. Wie niet zozeer als in dat de speech of perk, dat is partij X, maar wel dat je wat eigenschappen ervan kon zien. Dus welk nummertje hebben zij gekregen toen de tijd. En hoeveel schijven hebben zij vastgekoppeld aan een virtuele machine. Kon je het OS zien? Sorry? Kon je ook het OS zien? Wat er Dit was een bepaalde hoek van Amazon waar ze volgens mij alleen Linux draaien. Maar dat heb ik niet. Ja, dat zou je wel uit kunnen afleiden. Ik weet zeker dat dit ook allemaal Linux-machines waren. Maar dit zijn dan bijvoorbeeld mijn buren, die stukjes. En hier heb je een rookbolletje. En dat wilde men zeggen, oké, die had 7 schijven aangekoppeld. Waarom haal je die informatie uit? Kun je de hypervisor vragen over dit wat achter die informatie? Ja, dus ik had onderzoek gedaan naar Xen voor mijn afstuderen. Dus die hypervisor, daar was ik redelijk op ingezoomd. En er zit een soort registry, een soort Windows registry, die alle virtuele machines op die server kunnen aanroepen. En je kunt er bepaalde informatie over vragen. Het is dus geen kritische informatie, het is gewoon een beetje technische informatie zoals dit. In principe geen veiligheidsissue, dus dit is ook geen disclosure of dergelijks. Maar het is wel iets waar je een beetje informatie uit kan aflezen. Maar een 3.10 versie van Xen uit 2010 op 3.1, is dat geen wetsbaarheidsinformatie dan? Ja, dan kun je dus wel. Kijk, als ik een pentest doe en ik kan de versie informatie lospeuten, dan rapporteer ik dat als een information disclosure. Dus daar ben ik met je eens. Dat je kunt het misbruiken als je weet dat een exploit ontstaat, die heeft een 0D dan zo. Ja, klopt. Zeker weten. Nou is het wel zo dat Amazon die draait een eigen versie van Xen. Maar al deze informatie staat in de disclaimer, ik heb het niet geverifieerd met Amazon. Dus wie weet of er magie is aan de achterkant doen. Maar dit plaatje, ik kon intuïtief voelde dit heel realistisch aan. Nee, ook. Dus je ziet bijvoorbeeld servers die al heel lang draaien. Sorry, dat moet ik hiervan naar wijzen. Deze heeft een heel oud nummer gekregen op die server. En tussen zijn ook klanten met een heel hoog nummer. Boven de 4000. Dus deze server, daar zijn mensen in het begin op gaan zitten met een paar schijven. En die hebben een server altijd aan laten staan. En intussen zijn er ook mensen gekomen en gegaan en gekomen en gegaan. En deze zitten nog, enzovoort enzovoort. Dus ik krijg hier toch wel wat informatie over mijn buur. Het is niet meer compleet een mystery. Ik heb wel een beetje idee van, met wie deel ik deze server? Mag ik een vraag? Tuurlijk. Ongeveer 24 virtuele machines op een fysieke server. Dus als ik een aantal bolletjes stel, verticaal, dan zou ik nog 24 uitvoeren. Ja, dus bij Amazon heb je verschillende groottes bij de virtuele machines en een micro-instance. Daarvan zaten er, wat ik tegenkwam, maximaal 24 uit mijn hoofd op die server. Dus sommige van deze zullen inderdaad 24 bolletjes hebben. Ja, door de pot kun je dat niet heel goed tellen op dit moment. Maar inderdaad, dat is nog bovengaans,
En ze hebben ongetwijfeld hardware waar ze ook meer instances op draaien. Maar ze hebben natuurlijk heel veel commodity, hetzelfde type hardware waar ze dat patroon hebben. Dus ja, wat kun je eruit halen? Nee, ik zag dus niet wie mijn buren daadwerkelijk zijn. Ik zag wel dus hoeveel buren ik heb, hoeveel automachine, hoeveel schijven. En je kunt deze informatie wel combineren met andere cloud mapping technieken om wel achterhalen wie zijn jouw buren. Dus er is ook een publicatie van Ristonport. En dit plaatje heb ik gewoon bijgepakt en het is ook een fictief voorbeeld. Hiermee kan ik heel makkelijk uitdrukken wat zij toen ontdekt hebben. Oké, dus laat ik zeggen, ik ben dit in de cloud. Wat ik dan gewoon doe, is ik voer een ping-operatie, een trace-out-operatie uit naar andere mensen van ik weet dat zij ook in de EC2-cloud zitten. En je kijkt gewoon naar het aantal hops dat tussen jou en die andere gebruikers zitten. En als je op dezelfde fysieke server zit, dan is jouw netwerkconnectie naar die andere virtuele machines is minimaal. Dat is dan geloof ik 1 hop uit mijn hoofd. Precies die server zelf dan. Dus ja, dan zou je bijvoorbeeld zoiets als dit krijgen hè, van mensen die op de ring zitten van 1 hop van mij vandaan. Nou, dat moeten mijn buren zijn. Je hebt natuurlijk ook een ring van mensen die 3 hops van mij vandaan zitten, 5 hops enzovoort. Dus als je zo nagaat, dan moet het eigenlijk niet reusachtig moeilijk zijn om te kijken van, zijn dit high profile bedrijven? Laat ik ze even tracen uit. Oh, god, die zit toevallig 1 hop van mij vandaan. Nou, dan moeten wel mijn buren zijn. Is dit te gebruiken als een denial of service strategie? In welke zin bedoel je? Nou, dat je ontdekt dat je buren misschien een bestandsobject ervan eruit haalt. Dat je net zolang IC3 instances aanroept totdat je in de buurt bent van de partij die wil raken en dan daar een bom op de hypervisor gooit. Ja, dat zijn scenario's die je kunt wel lachen, maar het is wel iets wat ook de auteurs van dat paper natuurlijk hebben aangestipt als een conclusie van hun verhaal. Dat je toch vindbaar bent in de cloud. En inderdaad, als je dus een kwetsbaarheid hebt en je kunt al deze technieken combineren, dan wordt het toch angstvallig concreet. Dan is de mysterieuze cloud toch angstvallig dichtbij. En wat dan nog, is hier ook de vraag van deze slide. Nog een publicatie die ik ook heel interessant vond, was uit 2012, Timing Attacks. Dus wat als je nou 2 buren hebt op 1 server, ja, dan zei je, ja, kun je delers aan doen, oké. Maar het kan nog een stukje creepier worden. Wat deze beste meneer ontdekt hebben, is dat je ook via side channels, en ik wil het niet al te technisch maken, maar dat je dus niet rechtstreeks van elkaar informatie kan uitlezen, maar wel het gedrag van elkaar in de gaten kan houden. En via die side channels kun je dan toch informatie ontluisteren. Dus wat hebben deze mensen gedaan? Nou, stel je hebt 2 virtuele machines. Op 1 virtuele machine hebben ze gewoon hete crypto-operaties laten doen van een decryptie. Dus dan kan je bijvoorbeeld hebben een webserver die SSL heet. En je krijgt heel veel SSL-requests. Nou, dan moet je al die SSL-requests encrypten, dus dat is realistisch. En op andere virtuele machine hebben ze de CPU-caches in de gaten gehouden. En op basis daarvan konden zij toch zien welke afsplitsingen de 1 virtuele machine nam in zijn operaties. Dus ze konden bijvoorbeeld zien, oké. Hij is nu een bepaald priemgetal aan het vermenigvuldigen, ik noem maar wat. Op die manier kon ze dus achterhalen wat de geheime sleutel is. En iedereen heeft hier waarschijnlijk wel een beetje, ik heb grafische basiskennis. Dus die geheime sleutel, die moet je inderdaad ook geheim houden. Dus als een buur die kan ontflutsen, ja, dan heb je echt een probleem. Dus het is natuurlijk een academisch voorbeeld in een labomgeving. Maar de argumenten die zijn naar voren brengen zijn behoorlijk realistisch. Dat het op grote schaal, als je het je best doet, misschien het beste doen is. En waar is dat nou op gebaseerd? Als je dus een processor hebt, dan heb je meerdere cores. Je hebt natuurlijk je RAM-geheugen, dat kennen we, we kennen processoren. Maar wat de meeste mensen niet realiseren is dat tussenin heb je nog een paar caches. Dat zijn gewoon tijdelijke registers die heel dicht bij de processor zitten, waar die geheugen of data tijdelijk in opslaat, zodat die sneller kan oproepen. Wat is nu de truc? Omdat je telkens virtuele machines hebt die wisselen op die cores. Als mijn aanval als virtuele machine op dat moment op die core zit, dan doe ik gewoon een bepaalde type oproep en dan vergelijk ik gewoon de snelheid van hoe snel die oproep ging. En als die oproep heel snel ging, van een bepaalde instructie opvragen of een bepaald stuk geheugen opvragen, dan weet ik, oh, die zat dus in de cache, want het ging zo bliksemsnel, dat was te snel, dat kon niet uit het RAM-geheugen komen. En op die manier kun je dus achterhalen dat de persoon die net voor jou op die processor zat, heeft dus bepaalde dingen opgevraagd en die zaten in die cache. En dan gebruik je natuurlijk algoritmes voor.
een moeilijke methode is om dat te ontfutselen en het ruis weg te filteren. Maar dan komt het uiteindelijk dus toch tot het antwoord van welke privésleutel de buur in het geheugen had. En natuurlijk wat we net ook aanstipt, dus als je een Advanced Persistent Threat hebt die een bepaalde exploit weet die jij nog niet kent. En hij is jouw buur en hij kan weten dat jij dat je buur bent. Ja, dan is het opeens toch best wel angstaanjagend. Dus een update aan de tussenstand. Het is niet triviaal om je updates uit te rollen in de cloud infrastructuur. Je bent ook vindbaar in de cloud en je moet ook uitkijken voor je buren. En ik zie dat ik al 30 minuten gebruikt heb. Ik had nog wel wat extra onderwerpen, maar die houden jullie dan goed voor de volgende keer. Je hebt volgens mij op de planning nog even tijd. Oké. Pak rustig nog 10 minuten. Oké, 10 minuten en dan kijk ik gewoon of we hebben komen. Ja, precies. Want ik wou nog één onderwerp aankaarten. Trust but verify. Dat is natuurlijk de uitspraak van Reagan aan zijn Russische tegenhanger toen het ging om het terugdringen van kernwapens. Ja, we vertrouwen jullie wel, maar we willen toch verifiëren dat jullie een afspraak houden. En dat is ook een bepaalde attitude die je natuurlijk naar je cloud provider kan hebben. Ja, oké, ik vertrouw dat je aan je woord houdt, dat je SLA's doet en dat je niet in de data snuffelen. Maar het zou toch wel zo fijn zijn om het ook te kunnen verifiëren. En om maar even een voorbeeld te nemen, het is heel makkelijk trouwens om virtuele machines te bespioneren als cloud provider. Er is hier gewoon een library voor. Dus je moet even door de tekst heen scannen, maar er staat van je kunt monitor de low level details of a running virtuele machine. Dat heet dan virtual machine introspection. Maar goed, het kan alleen maar door de cloud provider die bepaalde privileges heeft. Maar het is volledig van zicht op het slachtoffer, dat is ook wel erg handig. Dus ik wil natuurlijk niet zeggen dat Amazon en Rackspace dit doen. Maar ik wil wel zeggen dat de middelen er zijn, het is kinderlijk eenvoudig. En als zij het moeten vanuit NSA, Patriot Act of dergelijks, nou, ik zou het kunnen voorstellen. Hoe kan de techniek hierbij helpen? Nou, daarvoor heb je een concept dat heet Trusted Computing. En het is een hardwareondersteuning waarmee je kan bewijzen dat jouw machine compliant is. Iedereen kent het van BitLocker. BitLocker op je laptop, als je koopt het omgeving. En ik weet dat je ooit probeert om die schijven uit te halen en een andere computer te stoppen en het uit te lezen, maar dan kun je er geen chocola van maken. En dat is toch vreemd, want op je eigen computer tik je een pincode in of je behoudt niet eens en toch werkt het daar uit de box. En dat heeft te maken met trusted computing. Dus hier staat ook BitLocker bindt zich heel strikt aan jouw hardware en tenzij je een recovery key hebt, dan kun je er helemaal niks mee. En wat doet die trusted computing nou? Nou, die meet software die je hebt ingeladen. En dit kan je ook tonen aan derde partijen, maar dat kan je ook gebruiken om een bepaalde ontsleuteling uit jouw TPM-chip te halen. Ik wil het niet al te technisch maken, maar het idee is dus heel duidelijk van oké, de software die in het geheugen is, die ingeladen is, die moet correct zijn. Die moet geverifieerd zijn. Alleen dan kun je bepaalde dingen bereiken. Zoals in BitLock, alleen dan kun je je schijf ontsleutelen. En in ons voorbeeld is het dus transitief vertrouwen. Dus, ik vertrouw de BIOS dat hij de bootloader opstart, ik vertrouw de bootloader dat hij het bestuurssysteem opstart. Zo bouw je een ketting op van vertrouwen. Dus als jij begint met een trust anchor, dus blijf maar gewoon hier zien. Als je begint met een chip, die vertrouw jij. En je vertrouwt dat die chip de BIOS netjes opstart, en je vertrouwt de BIOS dat hij het operating system opstart, kun je een ketting opbouwen. Hoe werkt het in theorie? Jouw chip op het moederbord, die heeft bijna alle computers tegenwoordig, want anders kun je ook geen BitLock gebruiken. Die heeft een sleutelpaar en een certificaat. Dus een certificaat geleverd door de leverancier, door de fabrikant, die brandt een uniek certificaat in elk van die chips die op je moederbord gaat. Zit ook in al die servers. Meestal wordt het niet gebruikt. Voor trusted computing is het wel een middel. En het heeft steeds heel weinig geheugen. Dus dat ding kost een paar dollarcent om te maken. Het is een hele simpele techniek. En hoe werkt het nou? Dus je zet je computer aan, jouw processor die start de BIOS op. En terwijl je dat doet, wordt die BIOS wat gemeten en het wordt netjes in de TPM weggeschreven wat een eigenschap is van die BIOS. Dan maakt hij een cryptografische hash van. Maar daar wil ik niet te technisch in gaan. Het komt gewoon op neer dat hij maakt een vingerafdruk van een stuk software wat ingeladen wordt. Dus als jij een BIOS inlaat die waarmee gerommeld is, dan klopt die vingerafdruk niet meer. En het maakt voor de TPM niet zoveel uit, je slaat die vingerafdruk wel op. Maar het gaat wel uitmaken als je aan andere mensen laat zien, hé, ik draai deze software weg. Dan zullen zij zien dat jij een BIOS draait die niet klopt. En zo gaat het verder. Dus
omdat je de vingerafdruk van de BIOS hebt, weet je ook dat die BIOS te vertrouwen is. Dus dan weet je ook dat als de BIOS de bootloader opstart in het besturingssysteem, dat hij dat op de juiste manier doet. Dat hij eerst de bootloader uitleest, dat hij een hash maakt en dat hij die opslaat voordat hij opstart. En zo kun je die ketting opbouwen. Uiteindelijk tot operating system, tot applicaties. Alles wordt er in die TPM opgeslagen, al die vingerafdrukken. Op een gegeven moment heb je dus, dat je wil aantonen in de derde partij van, hey, ik ben volledig compliant. Ik ben compliant, dus ik kan je Spotify draaien, want ik heb geen hacking software, hoe is het eigenlijk? Je kunt ook naar de cloud vertalen van, kom op met je virtuele machine, mij kun je vertrouwen, ik kan het bewijzen. Dus hoe ziet het er bijvoorbeeld uit? Een uitdaging vraagt, welke software draait u? Je stuurt ook een lons mee, dat is een klein stukje informatie dat altijd verandert, zodat ik kan testen dat het ook telkens een nieuw antwoord is, zodat iemand niet een oud antwoord aan het recyclen is door het opnieuw te sturen. Welke stuk software draait u? Nou, prima, dat ga ik gewoon naar mijn TPM vragen. Nou, de TPM heeft al die waarden in het register, nou, die zet hij op een rijtje, die ondertekent hij met zijn eigen sleutel. En het gaat netjes terug naar de uitgedaagde, naar de uitdagers. En wat die gewoon doen is, die vergelijken de handtekening die hierop staat. Die vergelijken met het certificaat dat gepubliceerd is door de fabrikant. Zoals ik zei, in elke chip is een uniek sleutel opgeborgen met een net. Wat door de fabrikant is vastgelegd dat je er niet uit kunt wisselen. Anderzijds heeft de fabrikant een lijst gepubliceerd met zijn certificaten. Dus je kunt verifiëren of het antwoord dat je hier krijgt ook echt van de TPM is. Dus als je weet dat het antwoord van de TPM komt, en je vertrouwt erop dat niemand met die chip heeft zitten rommelen, nou, 1 plus 1 is 2, dan weet je dus ook dat de lijst met software die de TPM doorgeeft, overeenstemt met de werkelijkheid. Dus dan weet je dat hij de juiste versie van Hypervisor draait, en dat hij geen andere troep heeft draaien om jouw spullen af te luisteren. Het sluit heel erg leuk aan wat je net vertelde, dat er nog meer informatie beschikbaar komt over Hypervisor. Dus je krijgt een uniek Ja, dus dan haak ik gelijk in de praktische problemen. Waarom dit in de praktijk dus heel slecht uitgerold is. Want de klant moet de broncode hebben om het te verifiëren. Dus als ik die lijst met vingerafdrukken krijg met hashes, ja, ik kan er alleen maar iets mee als ik zelf die code ook heb. En ik compileer die code en ik vergelijk de vingerafdrukken. En dan weet ik, dit is de code waar het om draait. Dus het werkt sowieso niet als je een hypervisor hebt of je de code moet vrijgeven. Dus dat is natuurlijk al een groot praktisch probleem. Maar je kunt er wel van Zen zelf ondertekend hashes publiceren die je dan weer gebruikt om te vergelijken. Klopt. Dus voor Xen, wat open source is dit te doen. Maar in de praktijk is het natuurlijk wel dat cloud providers hebben eigenlijk tweaks aan. Of die vinden het gewoon niet leuk om met dit spelletje mee te spelen. Want dit beperkt natuurlijk hun in hun mogelijkheden. Ik ben het met je eens dat in de valkuil als je opdracht Xen in dit patroon opgenomen. Het is natuurlijk ook een aanname dat de cloud provider niet gaat worden met die hardware. Dat is natuurlijk wel lastig om die aanname te maken, want ja, het staat in hun datacentrum. En zij natuurlijk, ja, als ze echt kwaad willen, hebben ze wel technische experts die met die chip kunnen ronden enzovoort. Maar goed, dan zou je zeggen, we hebben audits, we laten mensen langslopen af en toe om het verifiëren dat de service in orde zijn. Nou, dan kunnen we gewoon aanpassen. Het zijn hele complexe algoritmes, dus hoe ik het net weergaf, is echt versimpeling. In de praktijk is het veel moeilijker. En dit is denk ik wel het belangrijkste punt. Dus het gaat niet tegen bugs. Dus als een expert zit in die hypervisor, helpt het helemaal niks. Het enige wat dit systeem doet, is jou als klant vertrouwen geven dat die versie die jij denkt dat het draait, ook echt draait. Maar zoals je zag, zijn er continu kwetsbaarheden in die hypervisor software. Dus als iemand daar een kwetsbaarheid in kent, dan helpt dit systeem niet. Okay, maar je kunt dus wel verifiëren of jouw leverancier ook een nieuwe hypervisor versie kan draaien. Door te kijken naar de hash, mis die leverancier die hashes publiceert. Dus het is wel een uitdaging om transparant te zijn en de kwaliteit aan te spreken. Ja. Je kunt ook gebruiken met drukmiddel, maar die leverancier die niet mee te pakken. Ja, absoluut. Dus dat zou ook mijn advies zijn. Ik vind het zelf een prachtig systeem en ik zou ook graag eens in het cloud dus hiermee aan de slag gaan. En het kan ja, hand in hand gaan met de assurance van de cloud via alles en dergelijke. Dus dat is ook het eindpunt dat mij betreft. De toekomst biedt hoop. Volgens mij kunnen we door naar de vraag dan. De vraag. Dus we nu jullie in gaan vertrouwen.
eigenlijk als Gemalto en de RSA die toch maar even een backup van alle sleutels en IV's mannen. Ja, dat is zeker een hele mooie. Eigenlijk niet natuurlijk. Kijk, de specificaties van het Trusted Platform Module die zijn publiek. Er zit ook een organisatie achter, een consortium. Dus die protocollen kun je nalezen, die heb ik zelf ook gebruikt. Maar inderdaad, je zou het liefst willen dat daar meerdere partijen in die markt zitten, naast Nvidia, dat je concurrerende chips hebt en dat jij de chip kiest die jij het meeste vertrouwt. Maar dat is natuurlijk het terechte probleem natuurlijk. Je moet de chip vertrouwen. Je hebt een anker nodig die jij vertrouwt. Want als jij niks vertrouwt, dan kun je nergens beginnen. Wie heeft er nog een vraag? Omloop, momentje. Heb je toevallig ook het stap 2 rapport van Amazon EC2 doorgenomen in je onderzoek? Nee, dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat je nou gaat zeggen. Ik vroeg me af of jij er zo braaf van kon maken en of je daar interessante informatie uit kan halen, want het is volgens mij heel oppervlakkig. Ik vind het een heel interessant onderwerp, maar ik heb helaas daar niet naar gelezen. Maar ik ga daar zeker naar kijken, ik vind het interessant. Ja, dan komen we op het niveau van SOC 2. Dat zou dus een heleboel garanties moeten bieden over service provisioning en gebruikte hulpmiddelen. Maar ik weet niet of het op dit niveau gaat, heb ik gezegd. Wie was erbij bij die SOC 2 presentatie verleden jaar die dat nog wel heeft onthouden? Oké. Ik ben niet de enige. Ja, ik had nog eens een vraag over dat laatste wat je vertelde. Wat doe je nou als het dan niet komt? Je software gewoon uit de lucht halen. Ja. Het klinkt wel heel mooi, maar de praktijk is natuurlijk meteen het minste geringste verschil. Moet je dan handelen? Ja, dus om eerlijk te zijn, dit mooie verhaal, in de praktijk gebeurt het nog nergens. Dus het is al een techniek die al sinds begin jaren 2000 bestaat. En de hoop was natuurlijk dat de wereld veilig mee zou worden, maar in de praktijk is het gewoon ondoenlijk. Want er zijn zo verschillende patches die je hebt, van de Linux kernel of van de telcos. En dan kun je bij andere problemen, neem alleen de Linux kernel mee in jouw overweging, of ga je ook kijken naar libc en al die andere libraries die je systeem hebt. Dus in de praktijk is het niet geadopteerd, maar voor de cloud is het misschien net nog haalbaar. Dat je zegt, ik heb alleen die hypervisor, dat is een manageable stuk code met x aantal regels en die verandert maar heel weinig. Dat je dat in zo'n formeel proces meeneemt. Maar inderdaad, elke kleine wijziging, een nieuwe signature, is een hoop werk en een hoop prestatie. We zijn er door, hè? Ook trouwens door de tijd heen. Dus Hugo, hartstikke bedankt voor een zeer goede.